Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door iamweather, de weertool voor de echte weerliefhebber. Ontdek het op iamweather.com. Goedendag. Ja, we hebben echt wel zomerweer nu in Nederland, dat kunnen we wel zeggen. Op grote schaal werd het vandaag weer warmer dan 25 graden. En lokaal gingen we zelfs naar de 30 graden. Hebben we allemaal te danken aan een droge oostelijke stromen waarmee die warme lucht wordt aangevoerd. Vaak dus ook dit soort strakblauwe luchten. Dat komt dus ook door die droge lucht waar we mee te maken hebben. Daarin hebben wolken eigenlijk geen kans om te ontstaan. Maar of dat ook zo blijft de komende dagen en richting volgende week, daar ga ik in deze 10-daagse verwachting verder op in. Daarvoor pak ik eerst even het Amerikaanse weermodel erbij met de lage en hoge drukgebieden die op dit moment op de weerkaart liggen. Die zal ik even aanwijzen. Lage druk op dit moment net ten westen van het Verenigd Koninkrijk. Bij ons is nog wel die invloed van hoge druk met die oostelijke aanvoer. Maar er gaat wel wat veranderen en dat zien we ook goed als ik de weeranimatie aanzet. Die lage druk komt wat dichterbij. De stroming gaat bij ons naar het zuidwesten draaien. En dat betekent dat we wel met een ander weertype te maken gaan krijgen. Ik zet hem dan even stil op de zaterdag. Want dan staat er een interessante weersituatie op het programma. Zeker als we naar Centraal-Europa gaan kijken. Een thermisch laag trekt dan vanuit het zuidwesten richting Duitsland. En passeert op dit moment in de modelruns net ten oosten van Nederland. Een aantal modelruns geleden lag dat hele gebied nog een stuk oostelijker. Dus de trend is toch wel wat westelijker. En ik denk zeker dat het zuidoosten van de Benelux toch zaterdag rekening moet houden met enkele regen- en onweersbuien. Dat zal later op de zaterdag zijn en ook richting de zondag. Maar er zijn ook nog enkele berekeningen die het nog wat westelijker leggen. En dan hebben we in een groot deel van Nederland daarmee te maken. Het is op dit moment nog heel erg moeilijk om te zeggen of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Want dat thermisch lage drukgebied, dat is nog niet eens ontstaan. Dat gaat ontstaan op die grens van koele en warme lucht. Maar goed, waar die precies gaat ontstaan, dat moeten we dus nog even afwachten. Maar over het algemeen kan ik wel zeggen dat hoe zuidoostelijker je zit in de Benelux, hoe groter dan die kans op zaterdag en zondag op enkele stevige regen- en onweersbuien. Wat we ook zien is dat de wind dan inmiddels is gedraaid van oost naar westelijke richtingen. Zeker op zaterdag wordt erbij nog wel aardig wat warme lucht aangevoerd. Maar daarna, als ik de animatie aanzet, gaan we toch meer naar een west- tot noordwestelijke stroming. En die hebben we natuurlijk de afgelopen tijd ook al wel vaker gezien. Dat betekent lagere temperaturen, maxima die maar met moeite richting die 20 graden gaan. En dan gaan we eigenlijk dus weer een beetje terug naar waar we vandaan kwamen. Dat zomerse weer laten we dan echt wel achter ons. De kansen op temperaturen boven de 25 graden is dan ook echt wel heel erg klein. En daarmee worden dus ook regelmatig storingen aangevoerd. Ik verwacht niet dat het heel erg actief zal zijn. Er zullen ook echt wel droge dagdelen zijn. Maar zoals we dat nu zien met strakblauwe luchten en volledig droge dagen, dat zit er dan waarschijnlijk niet meer in. Dan pak ik nog even de temperaturen op 850 hectopascal erbij. De temperatuur op hoogte. Daar kunnen we goed zien met welke weerregimes we te maken krijgen en met welke luchtsoort. Nou, op dit moment hebben we te maken met een hele warme luchtsoort op hoogte richting 16 graden. Dat levert dus in dit jaargetijde al lokaal tropische temperaturen op. En als ik de animatie aanzet, dan zien we ook goed het beeld wat ik net al schetste. Eerst dat thermisch laag wat nog langs trekt met nog een bel warme lucht die er nog even indraait op de zaterdag. Maar daarna gaat de stroming richting het westen draaien. Komen we op hoogte niet meer boven de 10 graden uit en dat levert dus aan de grond temperaturen op rond een graad of 20. Zomersweer is dat niet echt meer te noemen. Maar goed, als het zonnetje er soms wel even bij komt, kan het echt wel vriendelijk aandoen. En we zien dat die westelijke stroming dan ook echt wel even in stand blijft op hoogte maar 4 of 5 graden. Ja, dat levert op sommige dagen toch wel een iets te koel weertype op. Nou, eerst nog even naar het warme zomerweer van nu, want dat is nog steeds natuurlijk aan de gang. Vanavond nog lange tijd zonnig, hoge temperaturen. Op heel veel plaatsen nog lang zomers, lokaal nog tot wel 27 graden. Direct aan de kust, daar kan nog wel zeewind opsteken die nog voor enige verkoeling kan zorgen. En in de loop van de avond neemt vanuit het zuidwesten wel de kans op wat sluierbewolking toe. En bij dat alles staat er nauwelijks wind uit de noordoostelijke richtingen. De dauwpunten die gaan daarbij ook omhoog en daarmee kan het echt wel benauwd gaan aanvoelen vanavond. En ook vannacht verwacht ik dan ook, zeker in de steden, wel echt zo'n plaknacht. Morgen dan de laatste echte warme dag, echt zomerse dag van deze zomerse periode. Lokaal gaan we weer naar de 30 graden aan de oostgrens, maar op heel veel plaatsen ook weer boven de 25 graden. Wel wat meer bewolking, zal met name wel sluierbewolking zijn, waar de zon ook vaak genoeg nog prima doorheen komt. En het kan echt wel weer zo'n benauwde dag gaan worden. Dan kijken we even naar de dagen daarna. Dan gaat die wind dus draaien naar westelijke richtingen. Vrijdag, temperaturen zo tussen 20 en 22 graden. Met name in de oostelijke helft kan een enkele regen- of onweersbui vallen. Maar op veruit de meeste plaatsen is het gewoon droog. Met wat ruimte voor de zon. Eigenlijk best wel een vriendelijk weerbeeld.
Als we kijken naar de zaterdag, dan hebben we op veel plaatsen opnieuw een zomerse dag. Zeker landinwaarts gaan we weer richting die 25 graden. Later op die zaterdag, dus vanuit het zuiden, een toenemende kans op regen- en onweersbuien. En dan met name in Limburg zal dat het geval zijn. Zoals ik net al zei, er zit nog wat onzekerheid in de weermodellen. Dus het zou kunnen dat het hele zaakje nog wat westelijker terecht gaat komen. Maar daarvan houden we jullie uiteraard op de hoogte in de volgende weerberichten. En dan doe ik even een stapje naar links om ook nog een blikje te werpen op de zondag. Dan zien we die temperaturen echt wel weer naar beneden gaan, richting een graad of 20 gemiddeld. Echt wel weer kans op enkele buien. Dat komt natuurlijk ook doordat die wind naar het noordwesten is gedraaid, waardoor die koelere lucht wordt aangevoerd. Die is matig van kracht. En zeker in vergelijking met nu kan het dan echt wel wat koel gaan aanvoelen. Nou, dan pak ik nog even de pluim erbij om te kijken hoe het daarna dan weer verder gaat. Of we nog wel kans hebben op toch nog wat zomerweer. Nou, op dit moment is nog die piek in die temperatuur. Daarna zien we toch echt wel die afvlakking. Die 20 graden, daar hebben we toch echt wel moeite mee om dat te gaan halen. Omdat die wind maar uit die westelijke hoek blijft waaien. Hoge druk kan niet meer tot over onze omgeving reiken. En daarmee kunnen die temperaturen dus niet zo de lift in. Pas aan het einde zijn er weer wat oplossingen die richting die 25 graden gaan. Maar goed, daar zitten we alweer aan het einde van volgende week. Dus het begin van die zomervakantie gaat toch waarschijnlijk wel wat aan de koele kant van start. Hoe zit het dan met de zonneschijn? Want dat kan natuurlijk nog wel het weerbeeld wat vriendelijker aan laten voelen. Komende dagen nog wel veel ruimte voor de zon, maar in de nieuwe week is dat toch ook allemaal wat negatiever. Met die westelijke stroming wordt heel veel bewolking aangevoerd. Daar kan die zon dan toch maar lastig doorheen komen. Dit is ook nog eens een schaduwgevende bewolking. Ja, en dat ziet er toch wel wat negatiever uit. Pas op langere termijn, zoals we net ook al in de temperatuurpluim zagen, ging de temperatuur er ook wat verder omhoog. En dat heeft ook wel deels natuurlijk te maken met dat de zon weer iets meer ruimte lijkt te krijgen, maar de onzekerheid is nog erg groot. Dan als laatste pak ik nog even de neerslagkansen erbij. Nou, dan zien we ook goed zaterdag en zondag die toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien. Dit geldt voor het midden van Nederland. In het zuidoosten is die kans nog een stuk groter. Daar moet echt wel rekening mee gehouden worden. Daarna ook die blijvende kans op buien. Pas op lange termijn neemt die kans op regen iets af. Maar een licht wisselvallig weertype is wel echt waarschijnlijk. En na de zomerse episode die we nu dus hebben gehad, verwacht ik dus ook niet dat dat een vervolg gaat krijgen volgende week. Tot de volgende keer.